Hij zat de hele week op de fiets. Hij trotseerde weer en wind, honger en dorst. En vooral de zo gevreesde zadelpijn. Dames en heren, hier is Sven De Leijer. Sven, hoe is het? Wow, ça va. Hoeveel kilometer heb je vandaag gereden? Ik heb nog 95 kilometer gereden. 95? En als je dat optelt bij wat je er voorbij draagt? Ja, ik weet wat ik aan het denken zei. Ik moest 481 kilometer doen, dan kom je daar niet aan. Maar met mijn hand op mijn hart, Michiel, ik kan zeggen, ik heb elke kilometer die ik beloofd heb, heb ik gereden. Het is gewoon zo, ik zat gisteravond na het fietsen in de lobby van het hotel. En ik dacht ineens, als ik hier dan toch zit, waarom zou ik dan hier nog een beetje fietsen? Want dat is het gevoel, als je al dagen op de fiets zit, als je dan begint neer te zitten, dan kun je even gewoon nog een beetje ronddraaien met je benen. Voilà, dus zo heb ik de overige 15 kilometer nog gefietst. En dat is gelukt, hè. Oké. Okay. En vandaag was het van balen naar Vilvoorde? Ja. De laatste loodjes, waren ze zwaar of? Verschrikkelijk zwaar. Ja. Het was een geweldige tegenvaller. Ik was redelijk moe. En het is ook zo, we zijn vanmorgen vertrokken in Bala om 6:30. En het was extreem koud. Het was 0 graden, dus het was verschrikkelijk om zo te vertrekken. Ja, en ook in Bala zijn nog niet alle wegen verhard. Dus de eerste 200 meter moest ik te voet doen. Nu, gelukkig was ik in geweldig goed gezelschap. Want niemand minder dan de leeuw van Vlaanderen, Johan Museeuw, die heeft mij gezelschap gehouden. Het was een prachtig rit in de camper. Ik moest vandaag nog één provincie doen. Ik ging naar de vijfde provincie, zoals beloofd. Dus ik reed met Johan Museeuw Limburg binnen. Dat zien we hier. En zoals vorige week afgesproken, heb ik dan ook onmiddellijk de bocht van Limburg gemaakt. Dat doe ik hier. En een beetje later moest dan Limburg terug uitgereden worden. Nu, Johan Museeuw en mijn verzorger Dirk Nachtergaal zijn al jarenlang goede vrienden. En Johan Museeuw, nog één vraag voor Dirk. Heb je alles gefietst? Alles, van het eerst tot laat. Ja, veel mensen zijn er niet geloven, maar inderdaad, ik heb alles. De hele tijd bij geweest. Alles tot de laatste meter gefietst. Zo, de ganze dag op de fiets met Johan Museeuw was geweldig tof, want dat is een hele plezante mens. En na een tijd had Johan ook door waarom ik alles uitgereden had. Je bent een atleet nu, hè? Je ziet dat, hè? Dat hoor ik graag. Een atleet om orde, hè? Hoe snel rijden we? 29,5. Voilà, en als je nog een hele dag samen op de baan zet, dan leer je ook iets van elkaar. Die papiertjes smijt ik toch niet weg, hè? Nee. Want ik fiets proper. Voilà, Johan Museeuw fiets proper. Mijn koers werd ook steeds professioneler, want vandaag had ik ook oortjes. Welkom bij de Tom Boonen Start to Ride podcast. Ik ben bezig vandaag. Ik geloof in jou. Je hebt nu al 10 kilometer afgelegd. Nog slechts 115 te gaan. Ja. Dat is een enorme opdracht. Ik vind het echt fantastisch wat je gedaan hebt. Maar heb je een beetje geamuseerd onderweg eigenlijk? Dat viel eigenlijk mee. Vooral ik heb deze week een pak nieuwe vrienden gemaakt. Dat is wel plezant, want ik kon er nog een paar gebruiken. En ik had af en toe het gevoel dat er zo wat mensen bij zaten die jij gestuurd had. Bijvoorbeeld de volgende was volgens mij door u gestuurd. Hey, hallo. Ben je weer fietsen? Ja. Ik ben Mislogi 2009. Ik wou je even gezelschap houden. Mislogi 2? Dus je hebt eigenlijk de mooiste poep van het land? Ja, eigenlijk wel. Ja, 3 jaar geleden. Oké, perfect. Maar eigenlijk, wat de mensen het meeste doen als wij komen helpen, is mij zo wat uit de wind zitten. Dus eigenlijk gewoon voor mij rijden. En uit de wind zitten. Ah, ja. Als jij een beetje voor mij rijdt, dan kan ik gewoon achter u uit de wind zitten. Ah, ja. En dat motiveert me dan nogal. Ah. Als je wilt, allee, het beste voor u eigenlijk, hè, is iets platter liggen dan zijn aerodynamische. Ah. Dan moet je zo, voilà. Heel goed. Heel goed. Ja, dat was echt heel plezant. Had jij ze gestuurd? Ja, ik dacht na 3 dagen misschien, hè, als ze erdoor zit. Oh, erdoor zien kon ik jammer genoeg niet. Hè. Het was wel heel aangenaam, bedankt. Dat was tof. Ja. Hoe pepte je jezelf eigenlijk op als het niet meer ging? Maar ik had er een goede truc voor gevonden. Als grote wielerfan ben ik ook fan van Michel Wuits. Dus als ik het moeilijk had, dan speelde ik op mijn eigen Michel Wuits. Ik deed dan eigenlijk alsof dat Michel Wuits mijn koerscapaciteit aan het bespreken was. En dat marcheerde goed. Ja, mooi is dat, tongetje uit de bek. Afzien voor dat ene hoge doel, zijn echte Ronde van Vlaanderen afwerken. Sven heeft iets van die zwaan, die stervende zwaan, maar hij blijft sierlijk, hoe dan ook. Voor iemand die nooit voordien op de fiets zat, pet je af hoor. Kijk eens naar die dijen, zie die kabels op die kuiten. Er is aan gewerkt, hè. Bij vetkoeien zie je dat ook wel eens, hoe ze naar de slag dan geleid worden. Je bent toch geen koe, Michel? De stier van Tervuren. Ah, voilà. Heel goed. Ah, geweldig. Oké, ga verder, Michel. De stier van Tervuren. In actie, dames en heren.
aan de laatste snokjes. Die wegen het zwaarst, maar hij komt er. Zie je zelf. Het zag er wel allemaal heel professioneel uit deze week. Een verzorger. Stevige fiets, Michel Wuits. Ja, absoluut. Dat was ook plezant. Bijvoorbeeld die fiets, dat was voor mij echt heel belangrijk. Want benen zijn uiteraard belangrijk, maar een topfiets. Ik had een Eddy Merckx fiets die ik deze week mocht gebruiken. En dat was wel het goede materiaal. Het is ook zo, echte wielrenners die stoeven altijd tegen elkaar over hun fiets. En wat vinden we van de fiets? Ja, ik vind hem te klein. Je vindt hem te klein? Ja, de Eddy heeft hij voor mij gekozen. Hè. Die Eddy? Ja. Ja, die zal nog wat moeten leren zeker over fietsen. Ja. En Gerrit met een Moses? Ah ja, dat is zeker. Hè. Dat is mijn eigen merk. Hè. Dus, En ken je die fiets van Eddy Merckx? Dan weet je misschien als we nog drie keer Eddy Merckx zeggen wel. Die fiets van Eddy Merckx, ken je die? Die fiets van Lucas Adam van Eddy Merckx en dat stuurlint ook. Oeh, dat is helemaal van Eddy Merckx. Ja, dat is wel goed. Ja. Ja, wonder. Ik kan die weergeven. Ik kan dat hem gepakt hebben. Dat vroeg maar, ja. Mozes, heeft hij zelf veel gefietst vroeger? Hey, met deze fiets kunnen we door het water rijden. Hè? Ik heb hier eigenlijk merk geen twistpas maken. En weet je al of je hem mag houden? Ik weet het niet, maar stel dat Arie hem zou terug willen, wil ik hem toch zeggen. Ik ben er één keer in mijn blote poep gaan opzitten. Doe ermee wat hem wilt. Ja. Ad, je hebt naast Sven gereden. Heeft hij hem afgezien? Ja, ik schrok toch wel. Ik stond om 's morgens op te wachten in Mechelen. S'morgens voor mij was toen al laat aan de Nee, hoe laat was het? 10 uur of zo. En ik zag toch zo die lichte verbeterheid rond Sven, die er normaal uitziet als een fris gewassen babypoep. Ja. Die zo, nu echt zo met z'n zo, 10 jaar ouder is geworden, toch op een week tijd. Sven, het was ook mooi om te zien hoe je deze week overal met open armen bent ontvangen. Ja, dat is ongelooflijk. En dat heeft mij deze week er wel doorgetrokken. Want overal waar ik kwam, stonden er mensen klaar. Mensen die ofwel kwamen meefietsen, mensen die me kwamen aanmoedigen. En dat heeft mij echt gigantisch veel deugd gedaan. Dus langs deze week iedereen ongelooflijk bedankt voor alle steun deze week. Ik heb ook geweldig veel cadeaus gekregen. Ik heb bloemen gekregen, ik heb flessen gekregen, snoep gekregen, boeken gekregen, een klak gekregen, t-shirts gekregen. Een schilderij van mijn eigen, dat is een beetje raar, maar ik heb ook een schilderij gekregen. En ik ben erelid geworden van de supportersclub van Tom Boonen. Dus op zich toch een mooie week qua cadeaus. Maar misschien moeten we gewoon even teruggaan naar de rit van vandaag. Want mijn nieuwe beste vriend Tom Boonen had eigenlijk over de laatste rit, over de finale, had hij een soort van visionair idee. Dag 4. Ik hoop dat je nog een koers zit, want anders zou dit redelijk belachelijk zijn. Het is vandaag de kortste etappe van Balen naar Vilvoorde. Redelijk vlak, dus het zal wel eens op een sprint kunnen uitrijden. Ik hoop dat je daar klaar voor bent. Ik weet niet of je snelle benen hebt. Ik kan er ook weinig tips over geven voor sprinten en zo, maar doe je best. Als je het zou halen, ben ik enorm fier op u. Moest het niet halen, ja, dan niet. Hè. Ja, het laatste wat ik wou doen was Tom Boonen ontgoochelen, maar ik zat vandaag het stiek kapot. Dus ik heb gans vanmiddag in het wiel van Johan Museeuw gereden. Na een tijdje wou ik toch laten zien dat ik zelf ook nog iets kon doen. Dus ik heb de kop getrokken en even wat rapper gereden. Misschien kun je er niet afrijden, natuurlijk ook niet. Hè? Wat hartslag zit er nu? 170. Ja, ik weet het, het klinkt geloofwaardig, want Johan Museeuw ziet er hier een stuk frisser uit als ik. Maar naarmate de finish naderde, begon ik te voelen, er zit nog iets in dat lichaam van mij, ik kan nog iets bewijzen. Dus Johan en ik zijn geweldig grappig in de rijden. We hebben iedereen eraf gereden en samen zijn we de finale ingegaan. Op die een toevallige passant die blijkbaar van zijn werk kwam hier links in beeld. Maar de laatste rechte lijn was voor ons twee. Museeuw begint een beetje te wringen. Geringe snelheid voor de sprint. Wat is hier aan de hand? Museeuw blijft duwen. Ah, ze hebben een afspraak gemaakt, dames en heren. Ze komen samen over de sprint. En Johan Museeuw met al zijn ervaring die zich zo laat ringeloren. Maar het is de jonge Sven De Leijer, de vaandeldrager van de nieuwe generatie. Meneer De Leijer, vanaf nu. Proficiat. Dat was nog niet uitgebroken zo. Ja, er zat nog wat in. Er zat nog wat in. Ik dacht, moet eruit voordat ik toekom. Het podium, beste winnaar in Flanders. En op de derde plaats, de man die gewoon van zijn werk was. En de winnaar is de vaandeldrager van de nieuwe generatie, Sven De Leijer, vanaf nu de Welk van Vlaanderen. Wat een prachtig podium. En de man waar je het allemaal voor gedaan hebt, Tom Boonen, heb je er nog iets van gehoord? Ik heb van Tom nog één laatste videoboodschap gekregen. Dag Sven. Nou, als je dit ziet, heb je het gehaald. Hè. 481 kilometer in 4 dagen.
voor iemand die nog nooit getraind heeft, is dat natuurlijk niet slecht. Ik zou zeggen, als je een paar jaar jonger bent geweest, dan had je misschien toch nog wel eens kunnen gaan doen in een wielrennerij. Maar op uw leeftijd zou ik dat toch gewoon vergeten en in het weekend rustig in een zetel gaan zitten en een tv opzetten. Ja, en dat is wat je van plan bent volgende week. Ja, ik zou graag de tv opzetten. Absoluut, ik zou graag volgende week gewoon niks anders doen dan televisie kijken. En omdat het volgende week donderdag de laatste aflevering van de laatste show is, zou ik gewoon heel graag nog eens mijn rubriek van vorige seizoenen doen. Goed gezien, dus. Kijk er nu al naar uit. Geweldig bedankt.